Hallo, ik ben Sipko Visser en ik ben Action Coach. En waar ik het vandaag graag met je over wil hebben, is over dit boekje, Drive van Mark Tuitert. En dat boekje dat, ja, Mark Tuitert, een bekende naam misschien, als je niet al te jong bent. Mark Tuitert is een hele succesvolle Nederlandse langebaanschaatser. En hij heeft een boekje geschreven over zijn successen. Dat is altijd leuk. Maar ook over zijn falen. Dat is vaak heel leerzaam. En en daar gaat het boek vooral over. Dat gaat over de rol die de Stoïcijnse filosofie in zijn sportcarrière gespeeld heeft. En dat is inspirerend. En dat heeft te maken met presteren. En presteren, dat doe je inderdaad in de sport, maar dat doe je ook in je onderneming, in je bedrijf, in je werk. En wat ik daar het meest inspirerend aan vond, is het idee wat hij beschrijft, hè, dat je wil heel graag je doel bereiken en daar kan je je ook enorm in vastbijten. En je bent heel blij als je je doel bereikt en je bent teleurgesteld als je je doel niet bereikt. En wat Mark beschrijft, en wat hij en wat eigenlijk de Stoïcijnse filosofie hem heeft gegeven, is het idee dat je kan helemaal niet het behalen van je doel helemaal niet beïnvloeden. Nee, want je kan wel er alles aan doen om je doel te bereiken, maar of je het daadwerkelijk bereikt, dat kan je niet beïnvloeden. Dus vergelijkt dat dan met de boogschutter, die heeft een boog en een pijl en die mikt, die trekt aan die pees en die mikt en doet zijn uiterste best. En op een gegeven moment laat hij die pijl los en vanaf dat moment. Ja, kan je het niet meer beïnvloeden. Die pijl die is onderweg, komt er een windvlaagje, dan is die uit de route en dan zit je naast de roos. En dat idee kan je ook toepassen, hè, bijvoorbeeld op een topgolfer die je eindeloos traint, alles precies, de hoogte van het gras, de wind, de juiste stok, club, hoe noem je dat? Maar goed, op het moment, hetzelfde idee, op het moment dat je geslagen hebt, is het uit je handen en kan je het niet meer beïnvloeden. En is succes niet meer in jouw handen en falen ook niet. En dus het idee is, steek alles in de voorbereiding, doe alles zo goed mogelijk, maar op het moment dat je dat gedaan hebt, dan is het halen van het succes. Kan je niet meer beïnvloeden. En Mark beschrijft dat ook in hè, dat hij op een gegeven moment op de Olympische Spelen de finale aan het schaatsen is. En dat hij denkt, nou weet je wat, ik moet gewoon de druk zetten op mijn schaatsen zoals ik dat duizenden keren getraind heb. Ik moet de bochten aanvallen zoals ik precies weet zoals ik dat doe. En als ik dat nou maar doe, of ik win of verlies, daar kan ik gewoon helemaal niks meer aan doen. Want misschien is mijn tegenstander wel, heeft hij wel een topdag. He, of hij valt. Dat kan ook. In beide gevallen heeft een enorme invloed op je prestatie of op je succes, op het eindresultaat. Maar het succes zit dus eigenlijk in de voorbereiding, in datgene doen, de ingrediënten die leiden tot een goede prestatie. En of dat dan leidt tot een gouden medaille, daar kan je niet beïnvloeden. Dat is één van de dingen die Mark beschrijft. En is inspirerend, daar heb je wat aan in je onderneming ook, in je werk. Dus lees het. Het is niet heel dik. Je leest het vrij vlot weg. En je hebt er wat aan. Nou, dat was het wat mij betreft. Sipko Visser, Action Coach.